Allemaal, dus is hier mooi. Martien Kobussen, correspondent al bijna 40 jaar, geboren en getogen Loenenaar. Dus we hebben toch weer een goed persoon te pakken gekregen die ons veel over Loenen kan vertellen. Was het veel zoek of niet? Dat viel het nog mee? Het viel mee. Oh ja. Nou, ja. Ja, ja. We staan hier op het hoogste plekje van Loenen. Ja. Nou, daar kunt u wel vast wat van vertellen. Dat is het mooiste plekje, het hoogste denk ik, maar ook het mooiste plekje van Loenen. Want er wordt dan de uitkijk genoemd hier. Vlakbij hebben we een woning en dat heet de uitkijk, staat er ook op. En we kijken hieruit op de buurtschap de Silven. En vroeger bestond Loenen uit twee buurtschappen. Loenen en Lona en Silvenda. En later is er dan één gesmeed door Loenen. Ja, ja. En dat die buurtgemeenschap, wat u net zei, van Silven? Silven, hier waar we hier op uitkijken, dat is ook heel oud. Want Loenen dat dateert al van jaren 838. Toen kreeg een bisschop een schenking van een adellijk persoon. En die schonk hier in Loenen wat bezittingen. Dus van jaar 838. Dus Loenen is ruim 160 jaar oud. En dat hebben we in 1988 hebben we daar uitvoerig gevierd. Met allerlei festiviteiten. Ja. Loenen is natuurlijk, dat valt onder de gemeente Apeldoorn. We hebben al heel veel gezien in Loenen. Ik vind het een prachtig dorp. Wat is bijvoorbeeld een trekpleister om naar Loenen toe te komen? Nou, een trekpleister naar Loenen te komen is natuurlijk de Loenenmarkt. Een prachtig natuurgebied. Oorspronkelijk was het van de Loenenaren. Het was een markengebied. Een gezamenlijk gebied van de Loenenaren. En in 1992, toen ging het over naar de gemeente. En in 1992 is het overgegaan eigenlijk naar het Gelders landschap. En dat vinden we in Loenen altijd nog erg jammer. Want eigenlijk was het ons gezamenlijke bezit. En het hoorde van Loenen. En het was een schaapskudde. En het hoorde eigenlijk bij ons. Ja. Maar de gemeente van Apeldoorn die wilde vanaf. Want het kost allemaal te veel onderhoud. Want Rozenboom die vroeger eigenlijk wegen aangelegd door de Loenenmarkt heen. En dat is ook al afgesloten. Dit de gemeente al. Dat vond ik ook al zo jammer. Maar toen wilde de gemeente van aan doen de Loenenmarkt en het Loense Bos. Dat is één aangesloten gebied. Zo'n 1200 hectare. En toen kwam Loenen in opstand. Loenen die hoorde bij de gemeente Apeldoorn. Maar die zeiden van Apeldoorn hebben we helemaal niks aan. We liggen aan de laatste memmen. Zoals dat in die dialect hier vaak zeggen. Ja. En we willen er vanaf. En toen is er een hele opstand met de bus naar Apeldoorn en zo allemaal protesten. Want we wilden eigenlijk toch liever bij Brum horen. We denken dat Brum eigenlijk meer voor ons kan doen als het grote Apeldoorn. Maar het is toch doorgegaan en het is overgegaan naar de Gelders landschap. En we zijn er niet helemaal ontevreden over. Maar als we dan het bos bekijken, vroeger was dat een beetje netjes opgeruimd. En als je nu dan ziet, als je het bos inkomt, het is allemaal
omgewaaide bomen en het is ene rommel en zo allemaal. En vroeger mocht dat niet, hè. Die rozenboom zorgde dat de boel glad was. Want je had ook na een storm de dennenscheerder. Hè. En iedereen moest komen, met de bos opgeruimd worden, want de dennenscheerder, de hele bos ging eraan. Ja. Maar laten ze allemaal liggen, laten maar rotten, maar rotten. En, er worden wel bomen gekapt, maar er komt niks voor in de plaats. Nee. En dat vind ik eigenlijk toch wel jammer, want het hele mooie van de bos gaat weg. Nou, daar viel mijn oog ook op toen wij naar de schaapskooi toe liepen. Ja. Dat ontzettend rommelig is in dat bos. Ja, want de schaapskudde die was vroeger van de gemeente Apeldoorn. Maar dat kost ook te veel met de herder. En toen is er een paar jaar niks geweest. En daar vonden we eigenlijk toch niks. En toen in gezamenlijke inspanningen van de Loenenaar hebben we een kudde aangeschaft. En we hebben een stichting Loense schaapskudde. En dat is gaat hartstikke mooi. Maar ook dat wordt eigenlijk te kostbaar. Want zo'n herder moet er betaald worden. En een herder die kan niet alle dagen erin. Dus die maakt te veel uur. Je moet een hulpherder hebben. Ja. Er waren heel veel vrijwilligers erbij. Maar op de duur kan het niet meer. En de schaapskudde die moest, of schaapskooi moet ik zeggen, opgeknapt worden. En toen is dat ook overgegaan naar het Gelderse landschap. Ja. Maar ja, daar vinden we eigenlijk toch wel ook wel nog een beetje jammer dat het ook niet meer zo van Loenen is. Maar toch, de Loenenmarkt is natuurlijk het mooiste wat we hebben hier. Hè? En dat dan precies het aantal bezoeken weet ik niet, maar dat loopt misschien in 100.000 per jaar. Dat is ontzettend veel. Loenen heeft eigenlijk zo'n ontwikkeling te danken aan door de aanwezigheid van sprengen en beken. Hier op verschillende plaatsen komt, op een stuk of 10, 12 plaatsen, komt het water bij welbronnen, koppen noemen we dat, spontaan naar boven. En aan die beken, daar hebben ze eruit gegraven en er wordt verderop een beek. Maar eigenlijk is het een sprengen, want een beek is een natuurlijke kronkeling. Ja. Hè, zoals we dat in Oostenrijk kennen, maar ze noemen dat allemaal een beek. Maar eigenlijk is het een gegraven, het is een spreng. En aan die spreng hebben ze dat, we staan hier op het hoogste punt hier, en eigenlijk het hele verval naar de IJssel toe, want die beek die komt, de Loense Molenbeek, die komt uit bij Voorst in IJssel, bij Ruïne van Nijenbeek. En aan die beek hebben ze dat verval gebruikt voor het waterrad. Dus er is een tijd geweest dat er wel 15 watermolens waren hier. Eerst de papiermolens en toen het minder ging met de papierindustrie, met de papierfabrikage, toen zijn de wasserijen ingekomen. En die hebben nu altijd nog een paar wasserijen. Hier vlakbij is er ook nog een wasserij, de Hunekamp. En aan het kanaal zit er ook nog eentje. En dus dus ze spraken ook van bovenste molen, middelste molen, achterste molen. En er stond aan de weerskanten van de beek, stond dan die papiermolens. Ja, ja. En alleen de middelste molen aan het kanaal is nog over. En die middelste molen, dat is een prachtige mooie historisch papierfabriekje, is voor dit jaar heropend. Dus helemaal voor groot kapitaal is er eindelijk helemaal aan opgeknapt. En wordt nu nog op de oude manier wordt er nog papier gemaakt. En verderop staat dan Smurfit Lona en dat was vroeger de achterste molen. Staat er ook altijd nog op de gevel, 1653, dat er toen papier werd gemaakt. Maar dat was de achterste molen, was dat ook een stomerij? Ja, ergens op de Veluwe. Maar dat is niet hier. Ja, maar dat is niet hier. Maar ze gebruiken die benaming natuurlijk wel meer. Hè? Je hebt hier Boomse molen, was een wasserij, of een papierfabriek, middelste molen en achterste molen. Dus al die papiermolens zijn allemaal benamingen. Ik heb daar ook een hele serie over geschreven in de krant. Een jaar lang, elke week heb ik die route van die beek gevolgd. Vanaf Groenouwen tot in Voorst toe. Dat is heel interessant als je vroeger ziet wat allemaal bedrijvige was achter die beek. Aan die beek allemaal met boerderijen, met allerlei fabriekjes en zo. Dat is heel leuk. Ja. Heel leuk, ja.
De waterval van Loenen. Is dat nu de grootste in Nederland, heb ik gehoord? Dat klopt, ja. Dat is de grootste van Nederland. In totaal valt het water daar 15 meter naar beneden. Maar je moet niet denken dat het in één keer daar is. Want hij springt daar in een schalter. En dan heb je eerst nog een paar kleinere valletjes. En dan bij de Bigbergweg, daar is dan de grote val. 7 meter, zoveel valt hij daar naar beneden. En nou ja, dat is eigenlijk nog een bezienswaardigheid van Loenen. Hè. Uit het hele land komen ze naar de waterval. Wij vroeger ook. Was een uitstapje. Zo, dan gingen we naar de waterval. Ook met het schoolreisje van de school gingen we erheen. En dan... Een grote heuvel is erbij. Dan beklommen we die heuvel. En ze namen allemaal tractaties mee. Dat was heel leuk. Maar onderaan bij die waterval, daar stond ook altijd een fotograaf. Ik had een grinderende fotograaf met een hele dikke buik. Die stond er onderaan. En die stond daar foto's te maken. Ja, de oude Loenaar, die kunt er vast nog wel herinneren dat, hoe die man heette, weet ik niet. Maar die stond er altijd. En er stonden ook altijd kraampjes met ijs. En nu staat dan ook patat. Maar dat was vroeger natuurlijk niet. Hè? Nee. Maar die waterval is niet gegraven eigenlijk voor de toeristen. Omdat het uiteindelijk een leuke bezienswaardigheid is. Ja. Maar het is gegraven eigenlijk voor de voeding van het Apeldoorns kanaal. Toen dat Apeldoorns kanaal is gegaan, toen dachten ze dat het water, dat het kanaal zich spontaan vulde met water. Maar dat bleek niet zo te zijn. Want de watplaatsen liggen heel hoog, hè? Dus dat kan dan nooit natuurlijk. En dan hebben ze verschillende sprengen. Hier in Oosterhuis heb je er ook nog één. Verder heb je nog de oude spreng, noemen ze dat. Daar is dan die bekertjes gegraven voor de voeding van het kanaal. En duizenden kubieke meters komt er dagelijks in. En nu zijn ze ook al bezig om dat water een beetje in te dammen, die stroom van dat water. Want ze wilden uiteindelijk in de bodem houden. Hè. Dat is kostbaar Veluws water en dat moet uiteindelijk in de bodem blijven. Dus in het begin dammen ze daar een beetje op om dat uiteindelijk te laten wegvloeien in de zijkanten. Dat niet alles weer in het kanaal komt. Want in het kanaal, alles wat te veel is, dat komt weer in de IJssel en dat is dan verder ook niet nodig. Hè. Maar die waterval, dat was vroeger ook van Rijkswaterstaat. Dat is nu ook overgegaan naar het minder het waterschap. En dat is, wordt nu nog wel onderhouden, maar niet meer in die mate zoals dat vroeger was. Wij zaten nog even in de Loenenmark koffie te drinken en dan zagen we zo'n heel klein beeldje staan van de enigste zwervende schaapherder. Kan dat? Ja. Heb dat nog een... Ja, dat was die. Hè? Dat was die. En hij ligt begraven hier op Kerkhof in Loenen. Dat was Willem Koestafel. Hij noemde zich ook wel Van Dijk. En die zwierf heel Nederland door met zijn kudde. Op de afsluitdijk en overal kwam die. Want hij was al bang dat hij... Er gaat een mooie anekdote over die schaapherder. Want hij was bang dat zijn geld werd gestolen. En toen nam hij dit geld in een buidel, in zijn zakje. En die bond hij een van die grote schapen, bond hij dat onder de buik. Nou leek het net of het een ramp was. Dus dat geld konden ze nooit vinden. Maar toen hij dus hier kwam, één keer per jaar kwam hij meestal hier. En die kon heel goed opschieten met Rozenboom, dus de beheerder van de Loenenmark, en met zijn vrouw. En toen heeft Rozenboom initiatief genomen. We hebben daar een mooie bosweide om daar dus die schaapskooi te bouwen. En hij is dan de hele tijd gebleven hier. Hij woonde daar in zo'n hutje, hebben ze ervoor gebouwd. En Rozenboom en zijn vrouw, die kwamen het eten brengen. Ook Truusje, zijn dochter, die kwamen het eten brengen. En daar is hij ook gestorven. En dus toen is hij op het kerkhof hier in Loenen is hij begraven. Dus, maar later kwam er nog een meer herders, Mojel en nu hebben we Roelof Brandsma. Dus daarvoor een vrouwelijke schaapherder. En die zijn nu dan in dienst van het Gelderse landschap. Hè? En één keer in het jaar is Lammetjesdag in maart, april. En daar komt ontzettend veel mensen ook op af. Kan iedereen, die kan dan ook kraamvisieren komen. Dat is heel leuk natuurlijk, ja. Ik heb gehoord dat er in Loenen ook een Loener dialectclub is. Nou, daar wil ik wel eens wat van weten. Ja, dat klopt, ja. Al een jaar of 10. We bestaan nu 10 jaar. En dat is heel goed. De uitvoering die werd heel druk bezet. We hebben er 3 in het jaar en we komen nog kaartjes tekort.
En dan zou je misschien zeggen, hoe komt het dan om in Loen eigenlijk een dialectclub op te richten? Nou, er gaat al gerilde stemmen op dat het dialect dreigt verloren te gaan. Hè. In de krant stond nog een heel stuk in wanneer dat het eigenlijk meer van is dat het dialect er nog steeds zo bloeiend is. Hè. Nou, en toen een jaar of 10 geleden, toen zijn we in Loen van, want ik klaar, ik was al een club en er wilden nog veel meer lid worden. En toen hebben we Loen dan zijn eigen club opgericht. Want er was een toneelclub die was over de kop gegaan en die wilden dan die wilden er ook wel bij aansluiten. En nu, 10 jaar geleden hebben we een eigen club. Het heet de Loense Dialectclub Vrienden van de streektaal Loen en Umstreek. Dat is de volledige naam. Nou, en dan 1 keer in de maand komen we bij elkaar. En dan praten we over allerlei oude gebruiken en oude woorden van wat eigenlijk toch ook nog een beetje in stand moet blijven. En wie gaat optreden? Wie gaat nog naar de huizen? En wie komt verderweg nog optreden voor de zonnebloem? En dan voor de anbo? En zulke dingen meer. En dat is heel leuk werk, hoor. En het bleek ook wel dat het uiteindelijk toch goed aansluit. Want wie bent altijd vlot uitverkocht, hoor. Ja. En is er ook nog een loenendracht waar je dan speciaal aan hebt? Nee, doe ik niet. Want we zeggen, de dialect dat hoort niet bij de klederdag. Hè. Persoonlijk niet meer, maar dat ze dan de boer een kieltje en een petje op moeten hebben, dat vind ik niet. Ik mag best gewoon enkel bijtje gewoon dialect praten, maar het is gewoon hoe taal die van de ouders meegekregen hebben. Want onze opdracht van de dialectclub is om de dialect te promoten en in stand te houden. Hè. Het is iets, een oude cultuur die van onze ouders meegekregen. Nou, dan moet je in stand houden. Ja. Ja, want dan gaat er wel de dingen verloren. En dat moet blijven. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Goed zo. Dominee van Driel, u bent hervormd predikant van de gemeente Loenen. Ik heb begrepen dat de gemeente Loenen samen doet met de Rooms-Katholieken. 2 diensten worden er gehouden of jullie werken samen of heb ik het verkeerd begrepen? Nou, we hebben hier niet 2 diensten in 1 kerk. Zo is het niet. Er zijn hier 2 kerken in Loenen. We staan hier dus in de hervormde kerk. En even verderop aan de hoofdweg is de Rooms-Katholieke kerk. Die hebben hun eigen diensten, maar wat u zegt, we werken wel heel veel samen. Dat proberen we althans. Zo hebben we een gezamenlijk kerkblad dat tegenwoordig 1 keer in de maand wordt uitgegeven. En dat wordt ook huis aan huis in Loenen verspreid. Wordt heel veel gelezen. In Loenen zeggen ze altijd, als je iets bekend wil hebben, moet je het in het kerkblad zetten. Verder is het zo dat we een aantal keren per jaar gezamenlijke diensten hebben. We zijn nu bezig met de voorbereiding voor de ecumenische kerstzangdienst. Die is dit jaar op 19 december in de Rooms-Katholieke Kerk. We hebben in januari een gezamenlijke dienst, een ecumenische gebedsdienst. Op 4 mei op het Ereveld, hier vlakbij Loenen. En het ene jaar met Pasen een gezamenlijke dienst en het andere jaar met Pinksteren. En dan is er nog iets, als ik dat nog even mag zeggen. We hebben er een gewoonte van gemaakt de laatste jaren om alle Loenense mensen die in de ziekenhuizen in Apeldoorn verblijven, om die vanuit de beide kerken te bezoeken, ongeacht hun kerkelijke achtergrond, ook als ze geen kerkelijke achtergrond hebben. En dat wordt in het algemeen zeer op prijs gesteld. Ik denk dat het heel uniek is, zo'n samenwerking, omdat u ook zegt 1 kerkblad. Ik heb dat eigenlijk hier in Nederland nog niet gehoord. Ja, of we uniek zijn, dat zou wel leuk zijn als dat zo was natuurlijk. Of we echt uniek zijn, dat weet ik niet. Maar er zijn gemeentes waar het niet zo is, laat ik het zo zeggen. En dat het hier zo is, dat we heel goed met elkaar door 1 deur kunnen, dat vinden we ontzettend fijn. En daar zijn we eigenlijk ook wel een beetje trots op. Ja. Hoe lang bent u hier predikant in Loenen? Ik ben hier 13 jaar predikant, vanaf september 1991. Ik heb ook begrepen dat er hier de mensen van het kasteel Ter Horst begraven liggen, in een grote kelder. Ja, misschien staan we er nu wel bovenop. Ik weet het niet, dat zou best kunnen. Het is zo dat de kapel die hier vroeger gestaan heeft, vanaf midden 16e eeuw, 1557, toen is die kapel gebouwd. Het verhaal wil, of het waar is, dat weet ik niet, maar het verhaal wil dat die kapel gebouwd is met de stenen en de brokstukken die over zijn gebleven van de bouw van het kasteel.
Nogmaals, of het waar is, weet ik niet. Maar we houden het verhaal maar een beetje in stand, want het is natuurlijk een heel mooi verhaal. Dit was oorspronkelijk van vroeger een katholieke kerk. Ja. Dus jullie hebben hem eigenlijk afgepakt. Zo zou je het eigenlijk wel een beetje kunnen zeggen, ja. In 1557 werd hier een kapel gebouwd. De toren staat er nog. En dat was een katholieke kapel, bestemd voor de katholieke mensen in Loenen. Trouwens, iedereen was toen nog katholiek. Kort daarna kwam de hervorming. Die was eigenlijk al een beetje op gang gezet. En tegen het einde van de 16e eeuw... werd de Rooms-Katholieke godsdienst verboden, de uitoefening daarvan. Rooms-Katholieke kerken gingen dicht. En overal in Gelderland, dus ook hier in Loenen, kwam de katholieke kerk aan de hervormde gemeente. Toen nog heette dat de gereformeerde kerk, de gereformeerde gemeente. En de katholieken, ja, die moesten eigenlijk maar zien hoe ze hun geloof beleden. Nou kon dat hier in Loenen gelukkig door de heren van het kasteel Ter Rust, de familie Hakvoort. Die familie die bleef katholiek. En er is in een van de koetshuizen van het kasteel een schuilkerk gebouwd. En de katholieken hebben eigenlijk daar gebruik van kunnen maken. Totdat er hier in Loenen weer een katholieke kerk kwam. En dat was in het midden van de 19e eeuw. In het midden van de 19e eeuw. En die schuilkerk, die is er nog steeds. Hij is wel in vervallen staat. Maar men probeert vanuit de stichting Wijnand Hakvoort ook die schuilkerk weer een beetje op te knappen. En voor gebruik gereed te maken. En daarom ligt die familie hier begraven? Of? Ja, het was toen gebruik dat mensen, en zeker adellijke mensen, in de kerk werden begraven. En in die tijd was er dus hier in Loenen maar één kerk. Ja. En ja, je had weinig keus. De familie Hakvoort ligt hier begraven. Een soort voorschot op de ecumene.